Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze altcoin-analyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. Deze wordt ook in samenwerking gemaakt met Crypto Insiders. En als jij een member bent, dan bepaal jij welke altcoins ik ga behandelen door erop te stemmen. En je vindt rechtsboven een website waarvan je de link onder de video vindt. Vind jij de membersectie en de eerste maand is volledig gratis, dus ga er in ieder geval zeker naar kijken. Dan gaan we kijken naar... We gaan kijken naar de altcoins. We gaan even kort kijken naar Bitcoin in ieder geval. Ethereum, Chainlink, Cardano en naar VET. En vooral VET is interessant, want die is een enorme falling wedge tegen het BTC-paar aan het maken. En als die naar boven uitbreekt, dan zou je daar een hele mooie trade uit kunnen halen. Dus blijf kijken tot het einde. Maar we beginnen met een nieuwtje, want gisteren was natuurlijk Ethereum. Die voerde per ongeluk een hard fork uit, hè, waarbij de handel in Ethereum en tokens werd stilgelegd. In ieder geval de opnames vanaf exchanges. Dus op Binance kon je eigenlijk geen Ethereum meer ervan afhalen. En ik denk ook dat dat een goede zet is, want het zou natuurlijk problemen kunnen opleveren. En dat kwam omdat er een, even kijken, hoe heet dat ook alweer? Infura is een van de diensten die draait en die ging eigenlijk offline. Maar er was snel een fix voor, hè, dus investigating, er was snel een fix voor, waardoor het eigenlijk gewoon tijdelijke FUD was en daar hebben we ook gebruik van kunnen maken. Want ik had het in de Discord groep gedeeld, hè, dat er een outage was, Infura die is down en daarna ook meteen maar dat er ook een fix in aantocht is. En dat zorgde eigenlijk voor een kleine dip in Ethereum en dat was een mooi moment om eigenlijk ook te kopen en daar gaan we zo direct nog even naar kijken. Overigens ook meerdere updates worden hierin gedeeld en die kun je doen als je de volledige cursus hebt gedaan. Goed, we gaan kijken naar de altcoins, maar je hebt geen altcoins zonder Bitcoin natuurlijk. En daarvoor kijken we ook even naar Bitcoin op de kortere termijn. Op dit moment ziet het eruit dat we een double top hebben gehad, met hier een top. En als die double top doorzet, dan zit de technische target rond de 15.223. En daarvoor moeten dus de neckline breken rond 15.600. Dus als je wat meer agressief bent, kun je hem hier al pakken. En als je wat meer conservatief bent, dan pak je hem op de uitbraak naar beneden door hier naartoe. Want je hebt natuurlijk geen zekerheid. Goed, dus dat voor Bitcoin in ieder geval. En wil je ook leren traden, doe dan in ieder geval de kennismakingscursus. Even kijken, ik heb hem verkeerd om. De kennismakingscursus. Je leert hier een goede basis over wat traden is, wat je kunt leren, hoe je kunt traden en ook hoe je candlesticks kunt lezen en trendlines kunt tekenen. En dat is volledig gratis. En als je de volledige handelscursus wil doen, dan vind je daarvan ook de link onder in de video. En je komt dan ook in de premium Discord groep terecht, die ik je net liet zien, waarin ik ook meerdere updates over de dag deel. Dus kom ons joinen, zou ik zeggen. Goed, dan ga ik even kijken naar Bitcoin dominantie. Even uitzoomen op de Bitcoin dominantie. We zien dat de Bitcoin dominantie flink is toegenomen sinds september. En dat zagen we ook terug in de prijs. Die is richting de $16.000. Als de koers boven die $16.000 kan komen, dan verwacht ik dat de Bitcoin dominantie ook weer verder gaat toenemen. Omdat de ogen dan weer gericht zijn op Bitcoin. Maar op dit moment zien we de laatste dagen, zien we eigenlijk zijwaartse beweging van Bitcoin. We zaten in een evenwichtpatroon met lower highs en higher lows. En die is op een gegeven moment naar beneden uitgebroken. Maar de bears hebben niet echt doorgezet, waardoor we eigenlijk een double bottom hebben gekregen. En vanuit daar zijn we weer gaan stijgen. Maar goed, het belangrijkste om hieruit te weten is, als we waarschijnlijk, als de $16.000 breekt, dan zal de Bitcoin dominantie ook weer flink stijgen. Wat betekent dat de altcoin paren versus de Bitcoin zullen gaan dalen. En als dit naar beneden uitbreekt en dan zal waarschijnlijk Bitcoin ook terugtrekken, dan zullen die Bitcoin paren van de altcoins juist gaan stijgen. Want dan gaat er geld naar die Bitcoin alt of die alt Bitcoin paren toe. Dus dat is alleen voor de altcoin Bitcoin paren. Als Bitcoin hier bovenuit stijgt, de Bitcoin dominantie dus ook stijgt, dan zullen de Ethereum's en tenminste de altcoin versus de USD paren, die zullen wel stijgen. En als Bitcoin ook daalt hier, dan zullen de USD paren wel ook gaan dalen. Dus dit is vooral goed voor de BTC paren. Dus daar gaan we straks naar kijken. Hoe dan ook, een uitbraak uit dit kanaal eigenlijk, hè, dit zijwaartse kanaal tussen de weerstand en support, dat zal meer duidelijkheid geven over wat met altcoins zal gaan gebeuren. Dan gaan we even kijken naar Ethereum versus Bitcoin, want ook dat is een belangrijke natuurlijk. Hoe sterk het Ethereum versus Bitcoin paar, hoe beter dat is voor de alts. En wat we hebben gezien hier was een descending broadening wedge, die is naar boven uitgebroken. Vervolgens kwam het in een evenwichtpatroon. En eigenlijk een symmetrische driehoek die je hier ziet,
Dus die lijn hier en deze witte lijn hier. Die is naar beneden gebroken. We zien vaak dat die symmetrische driehoeken ook naar beneden uitbreken. En vervolgens ook een bullflag vormen. En de koers kwam dan ook exact op deze onderste lijn. Ik heb ze hier wat langer getrokken. Maar dat was eigenlijk ook een bullflag. En die is ook naar bovenuit gebroken na de volgende weerstand. Vervolgens is er geen follow-through geweest van de bulls. Ze hebben niet doorgezet, zijn afgewezen. En op dit moment zijn we ook aan het consolideren om te kijken boven die lijn eigenlijk nog. We zitten er net tegenaan. Als ze eronder komen, dan zullen die altcoins ook weer iets meer moeten gaan teruggeven. En dat zal ook waarschijnlijk gebeuren als Bitcoin dus die stijging krijgt. En waarbij de Bitcoin-dominantie ook gaat stijgen. Hoe dan ook, zitten we wel weer binnen die falling wedge van Ethereum versus Bitcoin. Die twee grote gele lijnen die je ziet. En we zijn dus ook afgewezen op de bovenkant daarvan, wat niet gek is. Als we nu die stijging kunnen krijgen en hierboven komen, dan zal het er goed uitzien voor de altcoins. Dus dat voor Ethereum versus Bitcoin. Wat ik ook nog wilde laten zien is dat Ethereum versus Bitcoin boven de 200 daily moving average zit. Dat is de must hold support. We zien ook hier een low, een high, higher low, higher high, higher low. En dat betekent gewoon dat dit een dagelijks uptrend is voor het Ethereum versus Bitcoin paar. Nou moet ik zeggen dat dit niet de sterkste uptrend is. Het zijn marginale higher lows en marginale higher highs. En er zijn ook flinke afwijzingen eigenlijk. Je ziet dat er grote wicks zijn op die candlesticks. Dat betekent dat er toch hevige weerstand is in dit gebied tussen de 0,029 en de 0,030. Dus het ziet er niet al te sterk uit. En we zien dus ook een dagelijkse uptrend en die worden afgewisseld met een dagelijkse downtrend. Dus de vraag is of nu de dagelijkse downtrend gaat starten. Als we hier een lower high maken en dan vervolgens een lower low, dan weten we ook dat we een dagelijkse downtrend hebben. En dat dit voorlopig de top is voor de alts. En dat ze eerst nog iets verder moeten gaan dalen voordat ze omhoog kunnen. Goed, Ethereum versus Bitcoin versus de dollar. Even inzoomen op de 4 grafiek. We hadden die symmetrische driehoek, die is naar boven uitgebroken. En ook hier niet een hele sterke bounce wat dat betreft. Of een sterke stijging. Nou, het was wel een mooie stijging. Maar het heeft niet zijn technische target gehaald van rond de $496. Wat de target is van deze symmetrische driehoek. En wat we hebben gekregen gisteren. Als ik nog even wat verder inzoom op de 1 uur grafiek. Is even kijken. Dus we zaten hier ook in een symmetrische driehoek. Die ik deelde in de Discord groep. En daarna kregen we dus dat FUD van die Infura die offline was gegaan. En daarna daalde de koers dus naar deze stippellijn. Wat juist een mooi moment was om in te stappen richting... want vaak zie je dus als zo'n patroon zo'n symmetrisch driehoek naar beneden uitbreekt. Dan vormt het een bullflag en dat is altijd een mooi moment om in te stappen. En daarna is de koers ook doorgestegen richting die 475 waar het afgewezen is. Goed, het was een redelijk grote afwijzing. De koers is eigenlijk weer helemaal doorgegaan naar beneden. Eigenlijk weer richting de bovenkant van die symmetrische driehoek. Dus voor de Ethereum bulls ziet het er niet heel erg sterk uit. En op de Bitcoin zien we dus een double top, potentieel in ieder geval. En we zien hier op Ethereum versus de dollar ook een potentiële head and shoulders ontstaan. En dit is de neckline. En de agressievere trader die kan hem hier pakken met een stoploss boven de laatste high. En als je wacht op confirmation, bevestiging van uitbraak, dan moeten we dus even wachten tot de koers hier naartoe gaat, onderkomt en een afwijzing vindt. En dan zit het technische target hier ergens rond de $442 tot $440. Zal ik dat eens even exact doen? Iets lager dus, de $438, wat ook samenvalt met de 1 uur 200 moving average hier. Dus dat voor Ethereum op de korte termijn. En dan gaan we nog even kijken naar Chainlink, ADA en VET. We beginnen met ADA. En voor ADA zoom ik even uit naar de 4 uur grafiek. En wat we ook hier zagen was een uitbraak uit deze symmetrische driehoek naar boven. Alleen ook hier eigenlijk een zwakke uitbraak. Het volume was al iets hoger, maar niet denderend hoog. Net boven het gemiddelde. En dan zie je vaak ook dat het een zwakke uitbraak is. En er zit nu dus weerstand op die 10,87 cent. En ook hier zie je dus dat de 200 moving average op de 4 uur in ieder geval support is. En dat er nog steeds wel higher lows worden gemaakt. Nou, je ziet er vooral misschien ook al dat dit hier eigenlijk een opwaartse driehoek vormt. Net als Bitcoin in zijn geheel. Dus als we hier een uitbraak naar boven kunnen krijgen,
dan zit er een technische target aan van, kijken, rond de 11,8 cent. En dat is een beetje grof gedaan, dus je kunt dat zelf nog even wat netter doen. 11,8 cent ongeveer, als hij een uitbraak naar boven krijgt. Maar nogmaals, een opwaartse driehoek is een bullish patroon, maar die breekt in ongeveer 67% van de gevallen naar boven uit. Dus in het andere gedeelte breekt het naar beneden uit. En dan zien we dus weer opnieuw support op die 10 cent hier. Dus dat voor ADA. En dit kan, en meestal breken die patronen uit op 2/3 ongeveer. Dus dat zou, ja, anytime kunnen gebeuren. Excuses. En anders ja, zie je het eigenlijk al aan de vorm dat het nog een paar dagen zou kunnen duren. Dus we wachten even op confirmation daarvoor in ieder geval. Dus dat voor ADA op de korte termijn in ieder geval. En als we nog even kijken naar VET. En daarvoor gaan we kijken naar het Bitcoin paar. Want een heleboel van die altcoin Bitcoin paren die zien er ongeveer hetzelfde uit. Ja, dus die hebben een enorme downtrend gehad sinds september eigenlijk dus. Hè. Sinds Bitcoin eigenlijk is begonnen te stijgen. Toen zijn al die Bitcoin paren naar beneden gegaan. En je ziet het eigenlijk al aan de vorm hier. We zien hier een enorme falling wedge. En die kan naar bovenuit breken natuurlijk. Nou hoeft dat niet meteen te gebeuren. We zagen hier een potentiële inverse head and shoulders gisteren. Nou, die lijkt op dit moment niet te willen doorzetten. Het kan nog komen als we boven die 0,00069 blijven eigenlijk. En dus dan zou die iets verder extended kunnen worden. Dus dan zou je dit nog kunnen krijgen. Maar daarvoor moeten we ook echt die neckline breken op de 0,00078. Maar als Bitcoin besluit om naar die $16.000 te gaan en dat te breken en ook daarbij de Bitcoin dominantie omhoog gaat, dan verwacht ik wel dat we naar die onderkant van die falling wedge gaan. En dan is het ook, blijft het interessant om te kijken, wat gaat Bitcoin doen? Gaat er daarna gaat de Bitcoin dominantie omlaag en zullen dan de altcoins stijgen? Dan zou je hier dus gebruik van kunnen maken van deze falling wedge. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Als je wat aan de content hebt, like de video, laat in de comments weten welke altcoins jij graag behandeld ziet worden. Als ik tijd heb, zal ik ook daarna kijken. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.